Het begint ondertussen erg warm te worden. Veel te warm voor zo'n dikke wollaag rond je lijf. De alpakas moeten daarom geschoren worden. Vandaag zijn Julia, Jade en Jorre aan de beurt. Als eerste wordt Julia geschoren. De tafel wordt gekanteld en Julia wordt ernaast gepositioneerd. Er wordt een draagband onder haar buik gehaald, zodat ze bij het draaien van de tafel er niet vanaf valt. Met wat handig voetwerk wordt de tafel vervolgens gekanteld en ligt Julia op haar zij op de tafel. De pootjes worden gestrekt en vastgemaakt. Dit beperkt het risico dat de alpaca gaat spartelen tijdens het scheren en gewond raakt. Jade en Jorre houden goed in de gaten wat er allemaal gebeurt met Julia. Jade komt nog even van dichtbij kijken. Het scheren kan beginnen. Even olieën. En daar gaan we. Jade komt nog even bij Julia kijken of het wel goed met haar gaat. Ook de achterpootjes worden geschoren. Jade en Jorre blijven er constant bij. En met name Jade wil toch erg graag weten wat er allemaal met haar vriendin Julia gebeurt. Bij de Alpaca Rescue en Alpaca Zeelandia wordt een speciale scheertafel gebruikt voor het scheren van de alpaca's. Deze tafel maakt het gemakkelijker voor de alpaca en voor de scheren. Julia heeft al bijna een kale buik. Tijdens het scheren wordt Julia haar koe bijgewerkt door Annika. De voorpootjes worden geschoren. En de hals. En de rug. Jade komt nog een keer checken bij Julia. Julia haar borst wordt geschoren. Bij het scheren komt er veel alpaca-wol vrij. De wol wordt constant opgeruimd om het goed werkbaar te houden. Eén kant is klaar, nu de andere kant nog. Julia moet worden omgedraaid zodat de andere kant ook geschoren kan worden. En daar gaan we weer. Het werk wordt nog steeds goed gevolgd. Julia moet weer worden omgedraaid om goed van de tafel te kunnen. De laatste plekjes nog even scheren. Tel gaat weer om haar buik om haar op te vangen bij het kantelen van de tafel. De pootjes van Julia worden weer losgemaakt.
En met wat handig voetwerk wordt de tafel gedraaid en staat een geschoren Julia weer op haar pootjes. Jee, Julia is er weer. Zo ja, de weten dat zij zo aan de beurt is. Vind je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Kijk voor meer leuke filmpjes over de alpaca's op dit kanaal van Alpaca Rescue. Bedankt voor het kijken. Doei!